Rugby Club Big Bulls speelde zondag de laatste competitiewedstrijd tegen ERC 69 uit Enschede. Ze moesten winnen om de Rams uit Apeldoorn achter zich te laten. De verwachtingen waren hoog gespannen en trokken bijzondere gasten. Burgemeester, ik kom u ook overal tegen. Hier nu bij de Big Bulls. Vertel eens, wat hebt u met rugby? Nou, met rugby als zodanig niet eens zo heel veel, maar de Big Bulls spelen vandaag een kampioenswedstrijd voor de derde klasse. Ja, daar hoor je natuurlijk even bij te zijn. Hele mooie club, hier aan de rand van de gemeente Almelo. En ja, een belangrijke match voor de club zelf. En ja, dan leef je wel eventjes mee met zo'n mooie rugbyclub die we hier hebben. Bent u wel eens eerder naar rugby geweest? Nee, rugby heb ik uiteraard wel eens op tv gezien. Ik word hier goed begeleid met de regels en dergelijke. Dus wat dat betreft krijg ik heel veel informatie mee. En ik moet zeggen, ik geniet van de wedstrijd. Ja. Ja. Wat voor sport vindt u het? Als u het zo eens een beetje vergelijkt met voetbal? Nou ja, als buitenstaander denk je dat het vooral heel veel gaat om kracht. En je ziet gewoon dat er ook heel veel techniek en tactiek bij komt kijken bij rugby. Ja. En dat maakt het denk ik wel een hele aantrekkelijke sport. Lekker tempo! Binnen 10 minuten stond het al 32-0 en was de wedstrijd in feite al gespeeld. En het kostte trainer Alberts moeite om nog een slagje om de arm te houden. Tot nu toe gaat het supergoed. Het is 55-0 staan we voor. En ze hebben continu zetten ze de druk op de tegenstander. Dus het is wat je nou ziet. Die hebben voor getraind. Dus perfect. Heel mooi. En wat was het doel uiteindelijk? Het doel is om 5 punten hier weg te halen. Zodat we kampioen kunnen worden. Dus het ziet er naar uit. 100% dat we kampioen zijn. Mag ik niet zeggen, de wedstrijd is niet afgelopen. Maar er zit er dik in. Ja. Zorg je dat je hier netjes jasje dasje eruit komt. Dan moeten we ons nog heel even gedragen. Officiële geleerden. En dan gaan er maar mensen zeggen. En daarna als het klaar is, jongens, dan doet de DJ de muziek aan. En dan gaan we stuipen dat je lekker aan. Het gaat over de huidige zwembad zoals het nu in Almelo is, voldoet niet meer aan de tijd waarin we leven. En wij hebben al eens jarenlang gezegd van er is gespaard voor een nieuw zwembad, er wordt afgeschreven op een nieuw zwembad en de voorzieningen in Almelo moeten op niveau zijn. Waaronder het zwembad. Op dit moment is het zwembad voldoet niet meer aan de tijd. Het betekent dat je dus mensen naar buiten, naar andere steden gaan zwemmen en niet naar Almelo komen, dus daar loopt het gewoon terug. Wij vinden dat die voorziening gewoon op peil moet. Maar dat neemt niet weg dat het alleen gaat om een zwembad waar je van A naar B kunt zwemmen, maar ook faciliteiten zijn zoals zwembaden, glijplanken, leuke dingen wat mensen trekt. En dat het dus voor de burgers in Almelo een goed zwembad is die voorzien is voor alle kinderen, jong, oud. Dan krijg je natuurlijk de vraag die natuurlijk heel graag wordt gesteld. Hoe gaan we dat betalen? En wat gaat het kosten? Nou, die vraag kost heel veel geld. Maar je moet voorstellen, als je een investering doet in de zwembad zoals die er nou is, moet daar weer voor gespaard worden, omdat je afschrijft dat in de komende jaren je voorziening weer op peil kunt brengen. Dat betekent dus dat je daar middelen voor moet hebben. De tijd waarin we nu leven zijn daar weinig middelen voor. Dus wij zijn als partij creatief aan het kijken. Geachte Almeloers, vinden jullie een zwembad heel belangrijk? Wat zou je daarvoor uit willen geven? Zijn jullie bereid om eventueel via een crowdfund 10 euro per jaar bij te dragen en daarvoor in de komende jaren dit te realiseren? Dan maak jij natuurlijk de opmerking van 10 euro, maar 70.000 inwoners keer 10 euro geeft een structurele opbrengst per jaar. Elke burger zal zeggen, wat krijg ik daarvoor terug? Dat is één, een goed zwembad. Waarschijnlijk kunnen we dan realiseren dat u een aantal vrijkaarten krijgt om te zwemmen met u en uw gezin. En daarbij realiseer je natuurlijk in Almelo iets wat bij de stad hoort. Dus de voorziening van een zwembad moet in Almelo op peil zijn. Maar dat neemt niet weg dat het alleen over een zwembad gaat. Wij merken dat tegenwoordig ook in Almelo er nog kinderen zijn zonder diploma A of diploma B.
Ik vind in een stad met 73.000 inwoners hoort iedereen zijn zwemdiploma te hebben als hij op het basisonderwijs zit. Dus wij eisen er ook aan het college tijdens de perspectiefnota die straks volgt om te investeren in zwemles weer op de basisschool. En daar moeten we geld voor vrijmaken om dat iedereen de ruimte te bieden als kind op het basisonderwijs weer gewoon schoolzwemmen mee te kunnen doen. Hoe loopt de organisatie? Nou, we zijn heel erg blij, want we zijn erin geslaagd om een heel mooi deelnemersveld bij elkaar te krijgen dit jaar. Er zitten al bijna 35 voertrucks uit Nederland, België en Duitsland. En de eerste uurtjes verlopen vlekkeloos. Alle voertrucks zijn er. De gezelligheid is er en de mensen druppelen goed binnen. Dus we kunnen nu al spreken over een mooi begin. Ja. Ja, nee, vorig jaar was de eerste editie en zijn we in staat geweest om meteen een evenement neer te zetten. Nou, en als je daarop verder kan beduren, kan je nu al spreken over een mooi succes. Want we hebben toch een mooi internationaal deelnemersveld. En het is een tweede editie met dezelfde deelnemers. En vanuit die positie zijn we verder gaan bouwen. En ik denk dat we trots kunnen zijn op hetgeen wat hier nou plaatsvindt. En het is de tweede editie, maar dit smaakt naar meer. Met hoeveel man doen jullie de organisatie? Met z'n vieren en een dame. Vier mannen en een dame. Zo, en dat is voldoende om dit hele alles op poort te krijgen? Ja, absoluut wel. Ja, en we hebben ook heel weinig vergadertijd met elkaar. Dus het gaat heel goed. Ja. De meeste doen we per sms en zo naar elkaar toe, wie wat moet doen. En dan gaat het goed. Professionals dus? Ja, het is wel professioneel, ja. 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 Nu is het twee dagen. Denk je dat je voldoende mensen krijgt ook op de tweede dag? Ja, het is nou mooi weer. Hè. De mensen zijn naar het voetbalveld geweest met de kinderen, denk ik, of naar het sport. En ze gaan een beetje tuinieren. En het is nu rond 4:00, 4:30 begint het, denk ik. Dus dat komt wel goed. Die trekker die geef ik dus weg aan de Gravenruiters. En de Gravenruiters, dat is een club waar dus erg veel kinderen, tot 25 jaar heb ik ongeveer begrepen, geestelijk en zowel lichamelijk behinderd zijn. En die jongens hebben het natuurlijk niet als te breed. En ik ben 19 januari, dus was ik jarig. En 21 januari heb ik daar een feestje voor gehouden. En in totaal waren daar 180 mensen. En ik heb gevraagd als die mensen mij iets wilden geven, want dat doen ze meestal als je jarig bent, geef dan maar geld, want dat ga ik dan weer weggeven aan de Gravenruiters, onze buren. Wel nu, daar is een bepaald bedrag binnengekomen. En zonder dat de Gravenruiters daarvan wisten, heb ik hen gebeld en heb gezegd, ik wil dat bedrag aan jullie geven, een goed doel. Nou, dat vonden ze natuurlijk geweldig. Maar ik geef dat bedrag niet in geld, in centen, maar ik geef dat bedrag in iets tastbaars. Wat heb je nodig? En we zouden graag een ander trekkertje willen hebben. Toen heb ik een goede vriend van mij gebeld. En dat was Bernard Kroonen uit Spellen. En de man is dus importeur van de John Deere trekkers. En ik heb hem ook het verhaal voorgelegd. En hij zei, Henk, ik doe mee. En bij hem heb ik zo'n trekker gekocht. En die trekker heb ik dus vandaag weggegeven aan de Gravenruiters. En daar heb ik persoonlijk een zeer goed gevoel bij. En zij zijn ontzettend blij dat ze nu een nieuwe trekker hebben waar ze dus jaren mee vooruit kunnen. Vandaag. Ja, het is natuurlijk super de luxe. Dat was Gravenruiters door Henk Bolk zo verrast worden. Met zo'n luxe trekker om bij de Gravenruiters, de vrijwilligers, het werk gemakkelijker te maken.
En de activiteiten die we met een trekker doen, nou, je ziet het verschil met de trekker die ernaast staat. Dit is toch een kwaliteitsniveau hoger, zal ik maar zeggen. We zijn er heel blij mee. Dus bij deze, winnaar, super bedankt. Fantastisch. Voor deze mensen. Graag gedaan. Daar ben ik ook sinds vandaag achter dat het niet alleen meneer Bolk is, maar ook meneer Kroonen. Dus dat is natuurlijk dubbel leuk dat er nog iemand anders achter zit die ons net bij het afscheiden ook aangaf dat wij levenslange garantie krijgen. Nou, dat hoor je niet altijd. Elke laatste zondag van de maand organiseert Stichting ICA een Koempoelan. De Koempoelan is gewoon een maandelijke bijeenkomst van alle Indische mensen in Almelo. En de bedoeling is eigenlijk dat ze een ontspanning, cultureel en soms ook op een wat sociaal gebied gezellig bij elkaar zijn, één keer in de maand. Onze vereniging bestaat al 25 jaar. Vorig jaar hebben we onze 25-jarig jubileum gevierd en wat dat betreft zijn wij dus eigenlijk goed op de kaart gezet in Almelo. We hebben dus nu de paaskoempelan en dat is dan extreem een koempelan die dus een beetje een ander tintje krijgt. Er worden dus nu extra maaltijden met bijvoorbeeld de nasi goreng met 7 gerechten geserveerd. De band, er komt ook nog een dansgroep van Hawaiian Fantasy die al 15 jaar iedere jaar voor de paaskoempelan bij ons op bezoek komt. En ze zijn haast niet meer weg te denken. En kan iedereen zo'n koempelan bezoeken? In principe is het een besloten koempelan, maar een ieder die dus een affiniteit heeft met Indië, die zijn altijd welkom. En uiteraard nemen ze altijd supporters mee. Dus we krijgen een leuk gezelschap van de Nederlanders hier. Die dus belangstelling tonen voor onze cultuur. Meneer Antonijs, ik zie u heel vaak op koempelans komen. Nu ook weer. Wat is er zo mooi aan een koempelan? Nou, eigenlijk kom ik hoofdzakelijk om te dansen. Maar als ik spreek met de mensen, de Indo's zoals ze dat noemen, doet dat mij heel veel deugd. En ja, eigenlijk is het zo dat mijn vrouw meer geniet van de koempoelans dan ik. Maar dat laat ik natuurlijk in het midden. Begrijpt u? Sailing away from the island, from Pasen nadert en daarmee de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Wat heeft Concertkoor Surgem Corda met de Matthäus Passion? Surgem Corda heeft heel veel met de Matthäus Passion. Want dit jaar gaan we voor de 10e keer de koralen van de Matthäus Passion zingen. En daarbij ook nog het laatste koor. Dus en waar gaat dat dan gebeuren? Wij gaan dan naar de Grote Kerk. En daar komt ook nog Valeria Bonestrova nog 2 aria's zingen. Ah, Valeria Bonestrova, ja, sopraan, hè? Sopraan, ze woont in Almelo. En dat is wel leuk, omdat het ook ons lustrum is. Of nee, Lise Lustrum, maar het is meer een jubileum. 10e keer dat we dit organiseren. En daarom hebben we ook gedacht, van dat is wel mooi zijn dat we nu ook 2 aria's ter gehoor brengen. Allemaal meezingen. Iedereen die zin heeft om te zingen, iedereen die een beetje kan zingen. We doen het wel vierstemmig, dus de bassen, tenoren
alten en sopranen. En bij het laatste koor is het zelfs tweekorig. Zeg maar, die koralen die worden natuurlijk duchtig geoefend. Maar waar is dat dan voor? Dat is alvast voor volgend jaar. Wij gaan volgend jaar de Matthäus Passion helemaal uitvoeren, integraal. En ja, daarvoor hebben we natuurlijk de laatste tijd veel gestudeerd. En ook alvast in het voren alvast gestudeerd. Dus we zijn nu al bezig voor het concert van volgend jaar. Vorig jaar hebben we de Amazing versie gedaan. En ons leek het wel een goed plan om volgend jaar, 2018, in een grote kerk de Matthäus Passion integraal te gaan uitvoeren. U kunt mij alles vertellen over deze nieuwe veegmachine. Ja, het is een nieuwe machine. Ja, een meer geautomatiseerde machine nu. Dus, Ik heb gehoord dat het volautomatisch is zelfs. Ja, nou volautomatisch. Je hebt nog wel knoppen voor het water, zeg maar, om dat te regelen. Maar het is een kwestie van... je stelt de PTO in. Wat stel je in? De PTO. Dat is de hoofdzakelijke... Wat bij de motor aanhangt, zeg maar, dat is weer een, daar stel je hem mee in en daar kun je hem ook mee opvoeren, dat hij dan aangaat. Dus, verschillende snelheden? Kan ook, kan geregeld worden, maar in principe staat het ingeprogrammeerd. U wil graag iets vertellen over de containers die lekker gevuld zijn? Ja, nou lekker gevuld zijn, er staan ontzettend veel altijd naast de containers. Je vertelt ook dat het nog goed gaat en dat er één zak staat. Ja, als zodra er één vuilniszak buiten de container staat, denkt iedereen, oh, die container is kapot, ik zet de schoot lekker aan.
het wel, dat het hartstikke makkelijk allemaal in kan. Maar ja, dat is het gemak. Laat maar staan. Het wordt wel opgeruimd. Wat wel opgeruimd. Wat vindt u dat de gemeente eraan moet doen of kan doen? Ten eerste meer van die milieueilanden. En ja, misschien toch weer preventief op boete. Ik weet het niet. Want je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen rotzooi en niet een ander. Niet denken van, oh, de gemeente doet dat wel. Dat is onzin. Hoe vindt u vandaag? Ten eerste fantastisch weer, maar ook fantastische inzet van mensen die in hun mooie, vrije tijd langs de straat gaan en kijken wat voor rommel er allemaal ligt. En het mooie is dat dat hier dan ook even allemaal terechtkomt en er ligt een grote stapel met afval. En het is toch wel bijzonder hoeveel er toch nog gevonden wordt. Aan de andere kant, in mijn ronde die ik heb gelopen, vond ik het meevallen. Klinkt raar. Maar als je te veel achter je bureautje zit en te veel de vragen voorbij ziet komen, dan denk je wel eens dat het probleem een stuk groter is dan het is. Ik heb wel gehoord in andere wijken van de stad was de afval stukken vele malen groter dan dat ik heb meegemaakt hier in het centrum. Dus het is een zootje. Het moet uiteindelijk toch opgeruimd worden. En vandaag hebben we dat met vooral heel veel volwassenen gedaan. En daar komt toch wel ontsteltenis daarboven. Dit zijn allemaal mensen die het zelf niet zouden doen. En toch zijn er mensen die het wel van zich afgooien. Ik ben dan zo verschrikkelijk benieuwd naar waarom doet iemand dit? Want het ruimt zich niet vanzelf op. En in mijn opvoeding vroeger was, ik moest mijn eigen kamer opruimen. Mijn moeder zei van, dat gebeurt niet vanzelf, jongeman. En ik denk dat elk kind zo is opgegroeid. Nou, zo is het ook met de openbare ruimte. De ruimte die van ons allemaal is. We kunnen er allemaal over klagen. Over hondenpoep en over andere zaken. Maar we moeten het met elkaar, moeten we het leefbaar houden. Is het een klein beetje moeilijk om genoeg vrijwilligers bij elkaar te krijgen? Ik moet eerlijk zeggen dat me het hier best wel meer viel. En dat ik er echt van stond te kijken wie dus allemaal zomaar te pas en te onpas kwam helpen. En dat viel mij hard mee nu in deze verbouwing. Wanneer zijn jullie begonnen? 6 weken terug. Dat is een beetje op die kiel. 6-7 weken. Ja, we zijn een week of 6 terug begonnen met delen van de oude situatie weg te halen. En dus wat we toen al konden doen, zeg maar de wandenstukken, het sauswerk, het schilderwerk, daar zijn we al mee begonnen. Betekent dat jullie vanaf het begin voldoende mensen hebben meegekregen om jullie te helpen met het karwei? Ja, dat klopt. Ja, absoluut. We hebben best veel mensen gehad die kwamen helpen. En dat waren niet eens altijd schilders van oorsprong, maar ook gewoon mensen die dat wel kunnen, zeg maar. En dan kun je het ook doen in 6 weken? Krap aan hoor. Krap aan. Want je zit met die... ze werken allemaal in avonduren, alleen er zijn er 3-4, die lopen niet elke dag. Ja. Marcel Schoen, wat moet jij met een enorm tevreden gevoel op dit moment om je heen kijken? Absoluut, als je dit ziet en als je ziet hoe hard de mensen gewerkt hebben en als je hier dan staat en er zijn een mannetje van 100 zijn in de kantine om dit te vieren, dan ben ik gewoon ontzettend trots als interim voorzitter van Almelo. Ik sprak net met de bouwpastoors die zeggen we hebben het eigenlijk in 6 weken gedaan. Is dat niet heel erg snel? Ja, dat is inderdaad heel erg snel. Zijn er voldoende vrijwilligers geweest die jullie bouwpastoors hebben geholpen? Ja, ontzettend veel. Bijna alle teams die hebben gewoon geholpen. Mensen hebben gewoon vrijwillig opgeworpen om wat te doen. En we moesten mensen eerder afremmen van doe nou een beetje rustig. Weet je, dat kunnen we nu nog niet gebruiken. Dan dat we echt mensen moesten gaan motiveren om wat te gaan doen. We zien op de muur dat jullie zijn opgericht in 1914. Het oude clubgebouw, wat dus nu verleden tijd is. Hoe lang heeft dat gefunctioneerd? De oude bar heeft gewoon 35 jaar trouwe dienst bewezen. Alleen met het clubgebouw ga je het natuurlijk niet redden. Maar het is wel een signaal wat we als bestuur zijnde willen afgeven naar de club toe. Waar wij denken waar het met SV Almelo naartoe moet. En wij willen ons gewoon echt focussen op een stukje gezelligheid en sportiviteit. Dat vinden wij gewoon erg belangrijk. Dus het zal niet het einde zijn. Er zijn daar weer mensen heel erg enthousiast om ook de rest van de kantine aan te pakken. Dus ik denk dat deze zomer zal de rest van de kantine ook aan de beurt komen. En wat voor dingen moeten het eerst weer worden aangepakt?
ja, een nieuwe vloer, wat nieuw meubilair, de wanden gewoon eventjes wat frisser maken. Dus ja, gewoon weer een hele nieuwe frisse indeling maken. Het mooie weer komt eraan, een terras aan de buitenkant? Bijvoorbeeld, een terras aan de buitenkant, we hebben een nieuw straatwerk hebben we liggen. Dus dat hebben we al klaar en nu moeten we daar gewoon zorgen dat we wat moois op gaan krijgen. Je leden kunnen het hier fantastisch mee doen de komende 35 jaar. Nou ja, als ze het weer 35 jaar vol hebben gaan houden, dan hebben we het goed gedaan, denk ik nu, absoluut. Marcel, ik wens je ontzettend veel succes in dit prachtige vernieuwde clubhuis. Dankjewel. Op dit moment kunnen wij vanuit het jeugdfonds, en dat zijn dus beide jongeren, een kleine 900 kinderen hebben wij actief in sport en cultuur. Ik heb nog even meegenomen. En ook cultuur zijn 170 kinderen die dus culturele activiteiten ontplooien dankzij dat jeugdfonds. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Nummer 113 heeft gewonnen. €30, daar geboren door die meneer. Kijk, wie biedt er meer dan 30? Dan moeten we weer omhoog, hè? 31 bijvoorbeeld, of 32 of 3. Eenmaal, andermaal. We hebben tientje, zeg maar wat. Iemand, tientje. Wie wil deze envelop met inhoud door Shamrock erin gestopt voor een tientje? Daar 1, daar 2. Dat is €15. €15. We gaan met €5 omhoog. Wie biedt er 20? Daar 20. Groene meneer. Meneer met groene trui, sorry. €20 is daar geboden. €25 is hier geboden. €25. €30 is daar geboden. €30. Je weet niet wat erin zit, hè? Eenmaal. Andermaal. €45. €45 is daar geboden door die mevrouw met die camera. €45. Jongens, er zit echt meer in, hoor. Noteer dat. En die meneer daar met die blauwe trui, die heeft ook genoteerd. Want Almelo doet mee. Wat is dat voor voorziening? Voorziening die bedoeld is om participatie te stimuleren. Mensen uit hun isolement te halen. Mensen actief te maken, hun kwaliteit van leven te vergroten, het toekomstperspectief van mensen te vergroten uiteindelijk daarmee. En dan wil je dus eigenlijk ook graag weten, wat voor mensen maken gebruik van die voorziening en wat doen ze dan? Wat voor activiteiten gaan ze ondernemen? In 2015 is voor ruim €140.000 aan vouchers uitgegeven waarvan niet bekend is aan wat voor vouchers. Dat gaat om 42% van de totale uitgaven. En in 2016 was het €22.000. Denk aan het bioscoopbezoek, denk aan een kledingbon voor de Esra Foundation, aan uitstapjes met de zonnebloem. En er zijn nog wel een aantal andere bestedingen ook te noemen. Ik denk dat het de Raad de afgelopen jaren heel erg aan inhoudelijke informatie, inhoudelijke onderbouwing onder het minimabeleid heeft ontbroken. En dat er dus eigenlijk heel lang besluiten zijn genomen zonder de koppeling te maken met de praktijk. En ik wilde dat verhaal graag inbrengen vanavond. Het is nu allemaal voor hun nieuwe informatie. Ik heb me wel eigenlijk gewoon gebaseerd op informatie die beschikbaar was bij de Raad. Maar ik heb ook laten zien dat als je op een iets andere manier naar die informatie kijkt, dat je dan hele andere vragen kunt stellen.
Ja, ik denk dat het eigenlijk nog veel te vroeg is om over dat soort zaken te praten. Ik vond het een beetje theoretisch, een beetje praten in het luchtledige en een beetje wensdenken. Terwijl die inhoudelijke onderbouwing nog steeds ontbreekt. Dus het is een beetje de verkeerde volgorde. En ik snap dat het college haast heeft, want die heeft te maken met de hele begrotingscyclus. En er moet straks een perspectiefnota liggen. Maar de raad moet zich nu niet door haast laten dwingen tot overhaaste standpunten. Ja, armoede bestaat nog steeds in Almelo. Voor een deel zijn dezelfde mensen die ik beschrijf in mijn boek nog steeds in dezelfde situatie. Met sommige mensen gaat het beter. De gemeente Almelo heeft wel een aantal goede acties ondernomen. Een aantal nieuwe voorzieningen in het leven geroepen. Wat dat betreft is er wel een vorm van vooruitgang. Maar je moet je altijd willen blijven verbeteren natuurlijk. Creatief geloven was het thema van de expositie die zaterdag en zondag te beleven was in het kerkgebouw van de baptistengemeente De Bron. Goedemiddag, kan ik u misschien een boekje en een boekenlegger aanbieden? Wat houdt creatief geloven in? Creatief geloven heeft eigenlijk heel erg betrekking op het gegeven dat wij als mensen uit deze gemeente met geloof op een creatieve manier bezig zijn en dat uiten door middel van beeldende kunst. Deze expositie, 2 jaar geleden hebben we de eerste editie gehad. En dat hebben we toen samen met een aantal mensen opgezet. Mensen die het leuk vonden om creatief bezig te zijn, kunst te maken. En toen hebben we tegen elkaar gezegd van is het goed om eens een keer te exposeren hier in de kerk. Dus het was eigenlijk een hele wilde gedachte. Maar dat pakte eigenlijk zo leuk uit dat we destijds deden 15 mensen mee. En we zijn deze editie 26 mensen die meedoen. Beeldende kunstenaars en daarna 5 muzici die gedurende de expositie ook muziekstukken spelen. Dus al met al heb je al 32 mensen bij elkaar die iets uiten. Die hebben iets laten zien. En een heleboel mensen die daar nog omheen hangen en medewerking verlenen. Die willen eigenlijk een heel duidelijk geluid naar buiten, als kerk, naar buiten uitdragen. En willen eigenlijk daarin ook God eren door middel van ons talent. Dat is eigenlijk een beetje de kern van de expositie. Zeg maar. En de gedachte eigenlijk is een beetje om dit verder in Almelo ook uit te gaan dragen. Dus proberen ook andere gemeentes daarbij betrekken. En te zeggen de volgende keer van, kunnen we dat niet op verschillende locaties doen? Dus andere kerken die mee gaan doen in het geheel. En dan hopen we dat we in Almelo veel breder nog kunst kunnen wegzetten. En kunst en geloven. En geloven. Een beetje à la de lichtjestocht? Ja, nou zoiets. Dat je samen iets doet als kerken. En dat je als christen iets samen uitdraagt. Er zijn nu wat contacten inmiddels ook met kerken. En ja, we hopen dat dat ook een goed vervolg krijgt. Voorzitter heeft net al aangegeven in het kader waarvan wij dit beraad houden. Dus hoef ik u niet meer te vertellen de hoofdopgave binnenstad met herwonnen identiteit. En wat belangrijk is voor u dat u de achtergronden die straks worden gepresenteerd weer kunt gebruiken bij de perspectiefnota. Om te zien wat er nog extra nodig is, wat uw wensen zijn ten aanzien van die hoofdopgave binnenstad. Kopen kan tegenwoordig heel erg makkelijk vanaf de bank. Dus er zijn andere, of er moeten andere redenen zijn om naar het centrum toe te gaan. Dat betekent dat een centrum veel meer op zoek moet gaan naar intensivering van verschillende soorten functies. De verblijfsfunctie in centrumgebieden wordt veel belangrijker. Zoiets als een prachtig theater, een bioscoop, de zeer goede horeca die Almelo te bieden heeft. Dat soort kwaliteiten worden naar de toekomst toe veel belangrijker. Ook de integratie van water en groen. Wat Almelo bijzonder maakt. Het goed kunnen verblijven, het goed kunnen vertoeven hier in Almelo is belangrijker. En het winkelen zal steeds minder onderscheidend zijn voor de consument om naar het centrum toe te komen. De visie van Platform de Nieuwe Winkelstraat daarop is dat allereerst de basis van een winkelgebied, een centrumgebied op orde moet zijn voordat er gebouwd kan worden aan een sterke toekomst.
De basis op orde betekent voor ons enerzijds dat de samenwerking in een centrumgebied goed moet functioneren en anderzijds ook de kwaliteit van het winkelgebied op orde moet zijn. Komt u met suggesties of was u maakt de opmerking, maar ik ben even aan het zoeken van wat kunnen we daaruit verder verwachten? Ja. Nou, de opdracht tot nu toe was dermate abstract dat we op dat detailniveau inderdaad nog niet met concrete aanbevelingen komen. Mijn doelstelling is om in ieder geval een werkgroep te formeren rondom parkeren en bereikbaarheid, noem ik het dan maar even. En dat we daar met een aantal mensen uit de stad, maar ook met deskundigen hier uit het huis, nog eens heel goed naar gaan kijken van welke maatregelen zijn er nu getroffen, wat is het effect daarvan en wat kunnen we in aanvulling daarop nog doen. De vernieuwing van de binnensteden wordt beleving en sfeer. En onze trendwatcher Bakkas, die hier op de 19e verdieping deze week een inspirerend betoog hield, een aantal van u was daarbij, zei ook van, als ik dan aan beleving en sfeer in Almelo denk, dan denk ik ook vooral aan textiel. Zorgt u nou toch dat u daar wat mee doet, hè? Vent u dat uit? Er is een ramp gaande. Miljoenen mensen leven op de rand van de hongerdood in Zuid-Soedan, Noord-Nigeria, Somalië en Jemen. Kinderen sterven nu aan ondervoeding. Toekijken kan niet. Deze mensen hebben uw hulp nu nodig. Met noodhulp helpen we miljoenen mensen overleven. Red levens. Geef voor eten. Geef op Giro 555.